krijgen in beeld Willem Plap. Hey, ja. Die is niet in Tienhoven. Dit lijkt niet op Tienhoven. Dag Willem, goedendag. Hoe is het met jou? Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, dit lijkt niet op Tienhoven. Dat klopt ook. Het is ook Overvecht. Oh. Ik doe even mijn wekelijkse boodschappen. Maar helemaal alleen natuurlijk. Ja, ja. En heel rustig. En ik zie ook dat daar heel veel mensen afstand aan het houden zijn. Ja, dat doen ze sowieso normaal bij mij al, dus het is niet zo nieuw eigenlijk. Nee, bij jou valt dat wel mee inderdaad. Ja, precies. Ja. Behalve op de podcast, Willem, want die gaan gewoon door in dit raadsvergaderingloze tijdperk. Ja, dat is wel bijzonder. Hè? Wij hadden natuurlijk het probleem dat we die podcast niet konden maken, totdat wij ontdekten dat wij net als Eugene, dat wij het ook onafhankelijk van elkaar konden opnemen. En overigens wonen die echt met elkaar in één huis? Ja, dat schijnt. En toen heb ik gezegd van nou, daar heb ik dan wel gedachten bij als daar ook zeg maar in één zo'n sesamstraatbed. Nee, laat maar. Dat is een hele andere podcast die we nu aan het maken zijn. Moet er iets gedaan worden uit de onderzoeksjournalistiek of zo? Want ik bied mij gewoon. Ja, zie je? Aan. Zie je? Willem en ik zijn er. Maar wel met 1,5 meter afstand dan, hè? Ik garandeer helemaal niets. Nee, dat dacht ik al. Hey, hoe gaat het met je, jongen? Ja, het gaat goed. Met de gezondheid gaat het goed. Krijgen we geen coronaverschijnselen. Niemand in onze omgeving die dat heeft. We zitten er wel een beetje dichter bovenop. En mijn dochter is arts in het ziekenhuis in Nijmegen. Ja. Een longarts. Dus die zit volop in die coronaperikelen. Dus daar krijg je natuurlijk ook informatie van. Maar zelf gewoon in goede gezondheid nog, gelukkig. Oké. Okay. Hey, en toch even terug. Hè. Het raadsvergaderingstijdsloze perk. Dat is echt 4 keer woordwaarde volgens mij inmiddels. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Want daar komt eigenlijk de informatie van die podcast vandaan. Ja, daar komt heel veel informatie vandaan van de podcast. Hè. Dat, voor de mensen die niet weten, wij proberen die politiek wat dichter bij die burger te krijgen. En dat volgen we dan via sociale media. Dat doen we nog wel een beetje. Dus er gebeurt op sociale media nog steeds wel heel veel. Ja. Alleen natuurlijk niet zo gerelateerd aan die raadsvergadering. En dat was natuurlijk wel spannend. Want een van de dingen die speelde is dat die coalitie, hè? Voor de mensen die het weten, is 3 wethouders. Dus er moet een wethouder bij komen eigenlijk. Dat wilden mensen op een snelle manier doen. Dat ging niet. En nu wordt er gezocht naar een verbreding van die coalitie. En ik las net, en ik kreeg van mijn podcastvriendje Robert nog even een tipje. Tjapko Poppens die gaat kijken naar de verbreding van de coalitie. Hij is weer coalitie. Terug. Hij is weer terug. We zijn weer terug tot 2018. Ja, dat ligt bij Freddy heel gevoelig. Gedaan, hè, nee, maar Tjapko heeft ook de huidige coalitie geformeerd, toch? Ja, dus hij kan het gewoon nog een keer doen. Dus misschien dat hij nog wat gespreksverslagen heeft van de vorige keer. Snel doorschakelen. Dan zou hij daar doen. Hey, een van de leuke dingen in jullie podcast is dat jullie ook nog proberen te verbinden en daar wat zeg maar interactie in proberen te brengen. Daar hebben we vorige week nog even geprobeerd met de burgemeester ook en andere mensen. Wat als is de vraag volgens mij? Ja, heb ik naar geluisterd inderdaad. Vond ik wel leuk van de burgemeester. Hè? Die wilde echt wel eigenlijk zijn ouders wel weer snel bezoeken. Ja. Want die wonen natuurlijk in zijn vroegere woonplaats. Ja. Want de burgemeester is nu een echte breukelaar, hè? Die is bij ons. Hij is nog niet verhuisd, maar hij heeft wel getekend. Dus, heb jij nog niet het verhuiskaartje in de brievenbus gehad? Let op, André. Oh. Verhuiskaartje. Ja. Hebben we al verhuiskaartjes gezien? Nee, die hebben we nog niet gezien. Bestaan die nog geen dan? Geen housewarmingparty en dat soort dingen, want dat verwacht je toch wel een beetje. Ja, precies, dat. Maar ik denk dat nog gaat gebeuren. Nee, ik weet dat hij volgens mij een tijdelijke woning hier heeft, maar geen idee hoe dat precies zit. Maakt ook niet uit. Uiteindelijk is het onze burgemeester geworden, dus die verschijnt ook in Breukelen. En we hebben hem natuurlijk al een aantal keer ontmoet. Hij is voor mij een prima burgemeester, valt met zijn neus in de boter, als hij het zo mag noemen, omdat hij heel veel dingen moet regelen. Maar wel jammer dat we hem natuurlijk niet kunnen gaan ontmoeten op korte termijn. Nee. Wat wel leuk is om te melden, dat wij straks een nieuwe plek hebben. Hè. Wij hebben de laatste keer dat wij vergaderd hebben was in Brokleden. Ja, 4-1. Bij de volgende raadsvergadering gaan we in nieuwe koetshuis in Breukelen vergaderen. Dus daar hebben wij ook een nieuwe plek. Ja, kijk je daar naar uit? Ja, vind ik ontzettend leuk. En we gaan er volgens mij een desk krijgen. We gaan het opnieuw inrichten. Kijk er ontzettend naar uit. En ook naar uit om die politici weer eens te mogen ondervragen. Want er gebeurt natuurlijk best wel veel achter de schermen. Maar eigenlijk ben je er gewoon te kort bij. Ja. Eén ding wat ik even wil melden is dat we hebben 1 april gehad deze week. En daarmee is de huidige griffier, Jelle Hekman, is eigenlijk weggegaan uit de Stichtse Vecht. Die is met pensioen gegaan. Ja. Dus, en wij krijgen nieuw, hè, mevrouw Bianca. Ik ben haar achternaam vergeten even. Oh jee. Ja. We krijgen een nieuwe griffier, maar dat is wel een leuke, want daar hadden jullie het in de podcast ook over.
we hadden het in de podcast ook over inderdaad, ja, dat, wij, dat er een nieuwe griffier zou komen. Trouwens, in een nieuwe podcast die gaat komen, dat is ook nog wel een leuke. Er is iemand heeft een idee geopperd om een vrouw te vinden voor Mark Rutte. En die bevindt zich dan in Stichtse Vecht. Oh, is dat dus degene, de vrouw bevindt zich in Stichtse Vecht of iemand die dat idee had bevindt zich in Stichtse Vecht? Nee, de vrouw. Dus de mogelijke kandidaat ervan. Dus dat vond ik wel een leuke. En daar gaan we het in de volgende podcast over hebben. Dus mensen die dat willen weten wie er dan zou kunnen zijn, die moeten wel naar die podcast luisteren. Ik vond het ook wel een goed idee. Ik dacht, ik vind het wel een mooie match. Op meerdere punten was het een mooie match. Ik ben nu heel benieuwd geworden. Wanneer gaat die nieuwe podcast live, Willem? Ik denk dat die maandag of dinsdag live gaat. En het leuke is dat die dame in kwestie ook niet echt heel negatief gereageerd heeft. Die heeft eigenlijk gezegd, ja, het is eigenlijk niet zo'n moment van daten. Maar goed, daarmee was het mee af. Maar dat wilde niet echt zeggen nee. En wie dat dan is, dat ga ik in de podcast ga ik dat vertellen. Ik vond het wel een slim idee overigens van de... Ik vind dit wel een enorme cliffhanger. En juist nu het RIVM gezegd heeft dat Tinder dates niet meer mogen. Nee, maar dan kan dus toch nog wel dit moois tot bloei komen. Dit was een hele mooie zin. Ik vind hem heel mooi. Ik vind een hele mooie cliffhanger. Hey, blijf veilig in ieder geval. En laten we zorgen dat we in dat opzicht... Kunnen we de volgende keer eens een keer op rekenen dat jij door Tienhoven wat wandelt? Dat we daar eens wat gaan zien. Ja. Als je volgende week belt, dan zal ik zorgen dat ik in Tienhoven wandel. Ik vind dit fantastisch. Ik wens je een heel fijn weekend. Ik zie dat het fantastisch weer buiten is. Dus daar hoop ik ook zometeen op hier in Stichtse Vecht. Snel de tuin in, want verdere plekken hebben we niet. Heerlijk, heerlijk. Hey, groeten en blijf veilig. Groet aan de familie. Groetjes, Willem. Hoi, succes. Hoi. Zo. Blijf er.